iedereen, leuk dat je bekijkt naar al deze games. Vandaag even een Hunger Games Minecraft Hunger Games video bedoel ik. We beginnen al, ik ben niet zo in de staat om te filmen vandaag. En dat is de reden dat ik even een Hunger Gamesje upload. Want dat vinden jullie altijd wel leuk en het is hier druk en ik heb een zwaard en ik ben blij. Dus even een simpele Hungercraft video. Maar ja. Vinden jullie vast leuk. Oh, oh. I feel so unsafe. Someone save me. Where's my prince on the white horse? Nou, ben ik weer. Dat was even mijn moeder. Ik kan iets vragen of zo. Maar ja, ik ben nog steeds niet dood. Om dat zo te zeggen. En ik heb wel even een paar kippetjes, of nee, een paar varkensvleesjes gevonden. En oh, lekker. Heerlijk. Ja, ik heb een paar varkenshaasjes gevonden. Oh damn, oh damn. Ik wil dat hij doodgaat, want anders dan heb ik een probleem. Hij heeft een ijzeren zwaard. Oeh, ja, ja, ja. Oh, oh. Dat is een hele rare reactie. Maar kijk. Ik heb nu een ijzeren zwaard. Jullie weten dat ik daarvan hou. Ik gooi mijn vlees weg. Ik vergeet altijd welke soort dit zijn. Altijd zeg ik kip in plaats van biefstuk. Of wat dan ook. Is deze al geleegd? Het zal wel. I knew it. Oh, ik heb zelfs een broek. Ik heb nog niet gezien. Oh. Oh. Nee, het is zielig. Ik gun het ze om nog te leven. Maar die niet. Die heeft nummer 2 op zijn naam. En ik hou op zijn naam. Op zijn skin. En ik hou niet van het nummer 2. Ik weet niet waar dat op vloekt, maar deze die mag gewoon niet meer leven. En dat geeft mij weer punten. En daar hou ik van. Yay, hij is dood. Is zit hier nog wat in? Nee, oké. Okay. Waar was hij nou? Oh, daar. Oh, hij heeft appels. I craving an apple. Yay. En oh, ik heb ook een ei. Nou jongens, jullie weten dat ik ook van die eieren hou. Ik kan gek gooien. Vind ik leuk. Exploderen. Oh ja, jongens, wat wou ik nou zeggen? Ik heb mijn geluid niet aan, dus... Ja, Oh damn, oh damn. Zit hij achter me aan? Hij zit vast achter me aan. Oh, dadelijk gaat hij die eieren gooien. Hij haalt een ei. Word ik bijna mezelf dood. Oh nee, niet die lek. Nee, niet vandaag. Nee, nee. Zo. Mijn reactie is weer overdreven. Te overdreven, maar... Ik ben gewoon... blij als het lukt. Ik heb nog steeds hoesten. Ik snap echt niet wat het waarom... Nou! Oh, ik heb nog steeds die hoesten aanvallen. En het is echt bloedvervelend. En er is nog een pleziertje bijgekomen. Nu als ik hoest, dan kan ik heel even geen adem halen. Ik weet niet wat het is, maar het is heel vervelend. En ja, ik weet niet of dat iemand boeide. Hoeveel mensen zijn er nog? 13. Oeh, damn. Daar loopt iemand. Ik moet echt ophouden met het oeh, damn. Ik moet iets anders verzinnen. Weet iemand iets leuks wat ik kan zeggen in plaats van oeh, damn. Of oeh, Jantje. Of oeh, mijn kreetje. Of... Ik wil helemaal iets, gewoon iets anders. Want dit wordt echt heel vervelend. Oké, okay, ik zag hier een naam voorbij gaan. What a beautiful place in here. Haha. Die, die. Ja, je hebt nog niet zoveel hartjes over, hè? Ah, oh, ben je zo zielig? Heb je zo weinig hartjes over, jongeman? Oh! Ik heb hem gekild, maar hij killde mij ook. Met zijn ei. Dat is minder prettig. We gaan kijken of er nog een andere arena is. Oké, hey, ik heb weer een arenaatje gevonden. En deze duurt nog 1 minuut. Dus we gaan even 1 minuutje wachten. En ik ga dit glasblok kapot maken. Nou, dat kan niet. Jammer, ook niet wel. Oeh. Hey! Ik ga even lekker chatten.
Lekker chatten. Oeh, chatten met Minecraft-mensjes. How are you doing today? Ik zit tegen iemand te praten, maar ik weet niet tegen wie. Kijk jongens, mijn rank. Kijk, even naar mijn naam kijken. Ik ben rank 774. Dat is al best wel goed. Vind ik, al zeg ik het zelf. Want de meesten zitten in de 50.000 nog wat. Dus ik ben heel trots op mezelf. Heel trots op mezelf. Ik zei twee keer heel trots op mezelf. Maar, oh, we gaan beginnen. Oh, damn. Oh, ik zag het weer. Ik moest er mij ophouden. Maar ik heb nog geen alternatief gevonden. Bloody hell. Nee, dat past niet bij mij. Oh. Nee. Ja. Nee. Ik wou het ijzeren zwaard. Die gouden gaan zo snel leeg. Kapot bedoel ik. Ik zie die angel in your heart. Ik moet niet zingen, Bo. Niet zingen. Wel kisten zoeken. Oeh. Oké, we gaan snel. Kijken. Ik weet dat daar een kist zit. Van mijn. Oeh, mijn avontuur met Roy. Oh nee. Nee, alleen kistjes. I need to survive this. I really do. Ik ben mijn Britse accent aan het oefenen, want dat is echt leuk. Echt leuk om in een Britse accent te praten, jongens. Moeten jullie ook eens proberen. Oh, dit is echt wel leuk. I'm really craving a better salt right now. Oh. Oh, nee. Nee. Ga niet weg. Ja! Heb ik nog een leuk spulletje? Nee. Ik heb wel zo'n houten zwaard. Dus als mijn gouden opgaat, heb ik een alternatief. Ik ben blij. Dat kwam er niet blij uit, maar. Maar maakt niet uit. Oh. Oh, kippetje. Die kan hierbij. Ik wil altijd alles helemaal perfect geordend hebben in mijn balk met spullen. Want ik doe altijd zo, en als, want kijk, ik zal het jullie even uitleggen. Als ik nu zo loop, zonder spullen in mijn hand, dan denken andere mensen, oh, die is zwak, die kan niks. Oh, 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 nee, mijn verhaaltje wordt even onderbroken, Oh, oh, oh nee, hopelijk haal ik het. Hè, verdomme. Nou ja, om toch even mijn verhaal af te maken. Ik loop altijd met geen spullen in mijn hand. Zodat mensen denken van, oh, die is zwak. Die kan ik makkelijk aan. En als ik ze dan aanzie of voorkomen, dan pak ik snel mijn zwaardje. En dan maak ik ze helemaal kapot. Maar dat is dus net eventjes mislukt. Want het lukte niet. Maar ach, het leven kan niet altijd goed zijn. Maar weer bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Doe jij ook een duimpje omhoog? Dankjewel. Nou, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En ik zie jou, nee, jij ziet mij, volgende keer weer. Doeg!